Vandaag een mooie markt bij het venster. We gaan praten met meneer Hoving. Een mooie markt vandaag. Ja, geweldig, geweldig. Het is prachtig weer. Er zijn al heel veel mensen. En het is al super gezellig. Vanaf vanmorgen 5:30 zijn ze begonnen. Ja, wat zeg ik? De eerste mensen zijn om 4:30 begonnen om het spul hierheen te brengen. Dus we hebben al een 80 vrijwilligers actief. Ja. Wat is er zoal te doen en te zien op deze markt? Oh, dat is een goede vraag. Dat zou Piet Blom beter weten. Maar er zijn heel veel kramen met spulletjes om te verkopen. Oude spulletjes, nieuwe spulletjes, kleding. Ik zie hier tuinspullen. Antiquaire zo, antica, hè? Een hoop te zien en hoop te doen. En dan heeft u uiteindelijk een eind van de dag hopelijk een mooie opbrengst. Ja, dat hoop ik. Daar ben ik op dit moment helemaal niet mee bezig. Want ik hoop vandaag gewoon heel veel mensen te ontmoeten. En het is altijd weer een gezellige dag, vol ontmoeting. En als we aan het einde van de dag ook inderdaad weer wat extra geld hebben binnengehaald, dan is dat heel goed voor het venster. Daar gaat het ook allemaal naartoe, dat geld? Het geld gaat 100% naar, je hebt natuurlijk ook onkosten. Hè? De kramen die zijn gehuurd en de koffie is lekker, maar moet ook betaald worden. Dus er gaat ook altijd weer veel af. We hebben hier Rode Kruis mensen lopen, betalen we wat voor. Je moet overal wat voor betalen. Maar na aftrek van de kosten hopen we toch misschien wel 5.000-6.000 euro weer over te houden. En wat gaat er met dat geld doen? Nou, wij hebben de laatste jaren hebben steeds meer zorgen om het geld. We hebben ook heel veel dingen die meezitten. Dat is absoluut zo. Maar we hebben 4 jaar lang van bezuinigingen achter de rug. En dat, dat los je niet even op met een venstermarkt. Maar alle kleintjes helpen dan wel om het gat weer een klein beetje in te vullen. De zorg die zorgen heeft? Nou, ik maak me wel zorgen. En de afgelopen 4 jaar zijn we gewoon goed doorgekomen. We hebben extra hulp gekregen van onze stichting Vrienden. Die ook vandaag deze venstermarkt organiseert. Die stichting Vrienden die heeft ook donateurs. En we proberen vandaag ook weer wat donateurs te werven. Dat is erg belangrijk. We hebben het steeds weer gered. Ook met landelijke fondsen, met andere fondsen, lokale fondsen ook. Maar het kan niet zo blijven. We hebben 4 jaar lang bezuinigingen gehad. Daarna werd er bezuinigd op de projectsubsidies. Meneer Rutte die zegt van wanneer gaan de burgers het eindelijk merken dat het beter gaat met de economie. Nou, dan zijn wij blij dat onze CAO ook met heel veel omhoog gaat. 3,5% op 1 september. En volgend jaar juli weer 3,5%. Of 3,25%. Dat is geweldig. Maar die 6,5%, dat betekent voor mij, voor het venster, gewoon dat mijn kosten met 5% omhoog gaan. Want ik stop alle geld in personeel, maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders. Die mensen die zijn belangrijk en die kosten gewoon geld. Als dan de gemeente nu al aangeeft dat ze waarschijnlijk volgend jaar niets kunnen indiceren. Ja, dan begin je alweer met een achterstand van 20.000 euro. Ja, dat zijn 4 venstermarkten. Dat kunnen we niet redden. Gaat het venster de Nunspeet wel redden dan? Tuurlijk. Uiteindelijk zijn er altijd weer mensen die zeggen van dit laten we niet gebeuren. Dit kan zo niet. We worden ook heel erg beschaamd soms. Hè? Als christelijke organisatie zeg je dan ja, beschaamd. Dan word je ook weer gezegend. Stichting Vrienden geeft mij de ene dag de belofte dat zij volgend jaar 20.000 euro extra gaan geven. En een dag later komt er een brief van de notaris. En dan hebben ze weer een legaat gekregen van 23.000 euro. Nou, dan sta ik met de mond vol tanden. Dan ben ik erg dankbaar dat het steeds zo weer gaat. Maar de gemeente die zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen naar het voorliggende veld van welzijn. Daar heb ik wel wat zorg over. Wat ik net zeggen, want het is natuurlijk wel bijzonder dat u zoveel geld krijgt, hè, van derden. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het zo gaat. Ach, het mag wel een gezonde mix zijn. Het mag wel een gezonde mix zijn. En dat hebben we ook altijd gedaan. De Stichting Vrienden heeft ons de laatste 10 jaar al 25.000 tot 30.000 per jaar gegeven voor extra personeel. De kerken geven geld voor extra personeel. Dus we hebben altijd een hoge ambitie gehad, omdat er gewoon veel te doen is in de samenleving. We praten over eenzaamheid onder ouderen, hebben we veel aan gedaan. Maar we maken ons nu veel meer zorgen over eenzaamheid onder jongeren.
En daar zouden we samen met andere organisaties heel veel meer aan willen doen. Als u de pers volgt van de laatste maanden, nou, dan zien we hoe de ene naar de andere jongere ervoor uitkomt. Hoe stik eenzaam ze zijn. En dat begroot me zeer. Ja. Wat voor signaal wilt u nu naar de gemeente afgeven? Nou, dat we het samen moeten doen. Dat we samen sterk moeten staan voor de burgers. Ik ben niet in dienst van de gemeente. Ik ben in dienst van de burgers. Dus een gemeente kan tegen mij zeggen van geef maar aan wat je allemaal niet meer kunt doen. En wij zullen je er niet op afrekenen. Nou, dat is fijn, maar het interesseert mij eigenlijk niks. Want we zijn niet in dienst van de gemeente, we zijn in dienst van de burgers. En die burgers die geven andere signalen af. Er is meer eenzaamheid. Er zijn mensen die niet meedoen in de samenleving. Er zijn mensen met beperkingen, met psychische ziekten. En ze lopen overal tegen wachtlijsten aan. Ze lopen overal tegen muren aan. En dan wil ik als welzijnsorganisatie voorliggend. Iedereen moet bij mij terecht kunnen. Dan willen we toch niet nee verkopen. Dan moeten we gewoon door. Ik hoop dat deze dag een bijdrage daaraan kan leveren dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Ja. Nou, dat hoop ik ook. En u heel erg bedankt dat u daar ook een bijdrage aan heeft willen leveren. Een fijne dag.